muziek. Alleen dat hele roegen van daar. Is dat weg van mij? Nee, maar doe maar niet. Kijk, hoor al de schuld. Nou, geef maar rond wetter, dames. Ja. We praten straks wel even verder. Goed, want de gewaam wie het weinig goed praten. 29 september zit er op het affiche, en dat is dus morgen. Jazzy Koudum. En daar zal optreden Bert Brandsma. En die wennet in Griep. Is van origine een Grijns. Dat zit ik ervoor maar even bij. Dus noordelijker krijg je het hartstikke net. Hij is een geweldige muzikant, want die gaat echt de hele wereld door, hè? Ja, dat klopt, ja. Is het constant vliegtuig in, vliegtuig uit? Nou, bijna wel. Ja. In de zomervakantie iets minder, want dan zijn de theaters dicht. Maar, vorige week zat ik nog in Londen. En volgende week kom ik ook weer naar Engeland. En vanavond nog naar Duitsland. Dus ach ja, we blijven lekker bezig. Ja, daarom hebben we die vregen. Mij die combo in ieder geval voor het eerst horen. Want ik sta ze nog hopelijk relaxed naar Duitsland. Waar mag het zijn in Duitsland? In Duren, ongeveer bij Maastricht over de grens, daar in die hoek. Ja. En neemt dan die combo leden mij of weer dat bij mijn oorzelschap? Nou, daar ben ik gastsolist bij een orkest uit Duitsland. Ja. Hoe keer dat in zijn werk? Hast dan van de week in Daryl West van bijvoorbeeld oefenen je en hast al repeteerd met ze? Of? Nee. Oké. Okay. Wat voor instrumenten spelen ze al hier? Nou, vandaag heb ik meegebracht een altsaxofoon, een klarinet en een bassaxofoon. Dus, hoe lang is het lesje normaal gesproken? Nou, ik heb vorig jaar één keer een concert gehad waar ze vroegen of ik alles mee wilde nemen. Toen heb ik mijn busje helemaal vol. Serieus? Ja. Met 16 saxofoons en nog wat klarinetten en toestanden. Er is ergens in Griep, ik neem het adres maar net. En stel even die comboleden voor. Ja. Nou, ik heb mijn echtgenote, die heet Selena. Wij noemen haar Slidin' Selena. Okay. Ja, die heeft een internationale... Bijna wat een bluesnummer. Ja. Ik dacht Slidin' Selena, dat begint allebei met een S. Ja. En komt wel een prachtig geluid. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou, we hebben een jong talent die gitaar doet. En prachtig jaren 20 opvatting van zingen heeft. Okay. Van de dancebands uit de jaren 20 uit Amerika. En zijn naam is Leon Roorbach. En op contrabas is een studiegenoot van mij van het conservatorium in Groningen. En in die tijd speelden we al in conservatorium, big band en allerlei big bands en combo's. 5 jaar lang met van alles samen. Echte muzikanten, toen al. Ja, met Lee Towers hebben we samen opgetreden en weet ik veel wat we allemaal gedaan hebben. En zijn naam is Marco Kerver. En er zit nog hier, man, achter een mooi drumkit. Ja, en we hebben vandaag een speciale gast op slagwerk. Want ik heb 5 drummers waar ik regelmatig mee speel. En die konden allemaal niet vandaag. Okay. Dus ik denk, wat moet ik nou? Ik moet een list. Ja. En via Facebook en via andere dingen ben ik bevriend met deze meneer. Die komt uit Den Haag. Okay. En die geeft daar slagwerkles op het conservatorium in Den Haag. En die heeft in de jaren 60. Als ik het goed heb, met allerlei grote jazzsterren uit Amerika. Dexter Gordon, Johnny Griffin. Heb je met Ben Webster ook nog? Ja, Ben Webster ook. Wauw. Ja, precies. Wat een eer. Al een eer trouwens om dit hele combo die heeft gehad. Welkom. Welkom in Friesland. Ja, geweldig. Dank je. Mooi dat u de tijd wilde nemen en de reis wilde ondernemen hier naar Leeuwarden toe. Ja, want het is niet om de hoek, hoor. Nee, dat weet ik. Ik ben andersom ook wel eens geweest en denk, oh, wat is dat een eind. Het is een eind, dat klopt inderdaad. Maar ik ga voor over. Ja, vind ik echt heel mooi. Het is mij een grote eer. Fantastisch. Dit alles in verband met Moorn, Jazzy Koudum. Hoe vaak treed je met dit combo op? Want hij is bijna nooit thuis dus, denk ik. Nou, dat valt wel mee, hoor. Oké. Okay. Dat gaat een beetje... Vaak het begin van de week thuis. Ja, dat wisselt ook heel erg. Maar meestal op maandag wel, behalve als hij dan een toertje heeft. Ja. Maar goed, we spelen ook met een beetje wisselende samenstellingen. Dus op het moment dat iemand niet kan, dan hebben we weer andere mensen ook klaarstaan die dat over kunnen nemen. Drummer uit Den Haag, gewoon even bellen. Kom je langs. Wat is het eerste stuk wat jullie spelen? Nou, dat is een nummer gezongen door onze gitarist Leon. En dat heet Ain't Misbehaving. Fantastisch, dank de binnen. En ik ben de Grutskop. Eindelijk hier binnen gaan we het Bert Brandsma al heel lang. Echt letterlijk op mijn lijstje. En nog maar een heel combo. Wat wil je nog meer? Live in Noorderwien. No one to walk with, all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. For you, for you, for you. I know for certain, the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
driver in the corner. Don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, got no place to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. We krijgen straks nog 12 nummers van Bert Brandsma, het combo. Dat morgen is op het festival in Koudum spelen. En daarvan en meer kinderen dat ik hoef vertellen is Rob. Rob Goedhart, hoi. Hallo. Welkom. Ja, dankjewel. Dit is fantastisch. Ja, maar het is met hun begonnen. Oh, serieus? Ja, wij komen uit Breda, mijn vrouw en ik. En we liepen in 2016 in Breda weer op het jazzfestival. En toen dachten we, wat zou het leuk zijn om in Koudum jazzmuziek te laten horen. Hoe lang woon je daar al? Wij wonen nu 7 jaar in Koudum. Okay. En we hebben 32 jaar in Breda gewoond. Dus opgegroeid met jazzfestival. Wat een overgang. Ja, nou, mooie hoek van Friesland hoor. Nee, we houden nog heel veel van Breda, maar ook heel veel van Friesland op dit moment. Dus dat, maar toen werd de Dixieland Cracker Jacks werden afgekondigd uit Garijp. En ik heb nog een kaartje gevraagd aan die meneer en gevraagd van wat kosten jullie om op te treden. En nou, dat had ik niet op de plank liggen, maar de ondernemers die hielpen. En toen was de eerste keer dat de Dixieland Cracker Jacks kwamen. En het leuke is, ze staan er nu zo mooi bij. Maar morgen lopen ze in hun pakjes door het dorp heen. Dat vind ik zo geweldig. Het enthousiasme straalt er vanaf. Top muzikant. Ja, geweldig. Nou, ja, ik noem het steeds Bert Brandsma en zijn combo. Maar dat heeft een andere naam. Ja. Maar echt serieus, ik heb Bert al heel lang op een soort lijstje. Als hij nog eens in de buurt komt, dan blijft het er weer bij. Okay. Dus het komt, in dit geval komt er ook voor mij wel een heel mooi cirkeltje komt rond. Morgen, wat gaat er meer even gebeuren? Want dit is niet het enige. Nee, dat is niet het enige. We beginnen wel bij de Vinken, bij het verzorgingshuis met de Dixieland Cracker Jacks. En die hebben ook een vrij groot programma richting naar het podium toe, muziekpodium, het Centrium. En daarna hebben we de Bogeman Big Band om 14:30. En om 15:30 hebben we Leo Viel, dat is een jazzorkest. En om 17:00 hebben we het Jannie Brandsma combo. Dat is ook geweldig. Ja, fantastische zangeres. Ja, geweldig. En dan hebben we s'avonds, van 8 tot 9:30, hebben we Big Band Q op het podium. Oh, geweldig. Dus het wordt één groot feest. Ja. Eerste editie? Nou ja, voor mij is het voorlopig even de laatste. Want ik heb het een beetje opgebouwd richting Culturele Hoofdstad 2018.
Maar als er veel enthousiasme is, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En als er centjes zijn, dan doe ik het graag nog een keer. Zijn je morgen heel erg afhankelijk van het weer of valt het mee? Nee, het is een open lucht. Dus ja, we... Nee, daarom. Maar heb je tentjes? Of? Nee, er is wel beschutting. De muzici... Ah, het wordt gewoon mooi weer. Zullen we het gewoon afspreken? Alsjeblieft. Maar de muzici staan sowieso droog, want we hebben een prachtig muziekpodium daar met een plafond erop. En voor de rest hebben we tentjes, catering en het wordt echt ontzettend gezellig. Ah, geweldig. Ik kom zo nog een keer bij, want je moet alle tijden en plekken nog even doen. Wordt er entree gegeven? Nee. Het is vrij? Het is vrij, het is gesponsord, het is gesubsidieerd, dus iedereen mag komen. Okay. Onder andere dus bij de Dixieland Cracker Jacks. Geweldige namen trouwens. Ik zal zeggen, Freek, waar komt die naam eigenlijk bij? Nou, die heb ik bijna 25 jaar geleden verzonnen. Okay. Toen ik was ik zo net 2 jaar van het conservatorium af. En dat was een jazzconcours in Leiden. En daar wilde ik graag met wat vrienden aan mee gaan doen. En alleen we hadden nog geen naam. En nou ja, wij hadden zoiets van, ja, deze muziek spelen we gewoon. Dus die noemen we erin. En ik had een boek over muziekgeschiedenis, over big band geschiedenis. Daar kwam ik de St. Louis Cracker Jacks kwam ik in tegen. Ik dacht van, hey, dat klinkt goed. Klinkt ook goed. Ja, precies. En nou, zo is die naam ontstaan. En dus volgend jaar 25 jaar bestaan. Van... Jubileum. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Kom je hier ook ja. maar, feestje vieren. Ja. Welk stuk ga je doen? Nou, de Rob Goedhart die wilde heel graag dat ik iets met mijn bassaxofoon zou doen. Nou ja, ik zeg, dat is goed. En ik heb best wel veel plaatjes van een bassaxofonist uit de jaren 20. Die heette Adrian Rollini. En die heeft in die tijd wel 2000 plaatjes met dit instrument gemaakt. En daar is één opname bij, die vind ik heel bijzonder. Daar speelt hij zo'n bijzonder solo die eigenlijk zijn tijd ver vooruit is. Heel virtuoos, met de hele omvang erin. Dubbeltonen, flageoletten, alles zit erin. En ik denk van ja, daar kom je eigenlijk nooit aan om dat eens een keer te spelen. Omdat het eigenlijk een beetje te kunstzinnig is voor de partijen waar ik normaal gesproken speel. Ik denk van, nou, dat is vandaag een goede gelegenheid om dat stuk eens een keer uit te proberen. Ik ben ervoor. Ja. Alles mag hier, zeker in Noorderwien Live. Live in Noorderwien! We'll be right back.
Heerlijk. Ik bedoel, je hoeft het eerst van jazz te horen. Je kunt het gewoon vielen merken dat je geweldige muzikant hier in de studio had. De Dixieland Cracker Jacks. Big Bands, Chris Barber. Dat is een beetje de rode lijn in jouw hele muzikale leven, hè? Nou, ik had toen ik 11 was inderdaad plaatjes van de Chris Barber Band. Dat waren al opnames uit de jaren 50, toen hij al furore maakte. En toen ik 14 was, heb ik hem voor het eerst live gezien in de Oosterpoort in Groningen. En nou, ik vond het helemaal geweldig. Want je leerde in die tijd natuurlijk net een beetje Engels op school. En ik dacht van, ja, maar dit Engels, hè, want hij presenteerde natuurlijk alles in het Engels. Dat klonk zoveel leuker dan wat onze leraar op school presenteerde. Dus ik was heel erg onder de indruk. En nou ja, toen ik zelf muziek studeerde, ging ik nog steeds naar hun concerten toe. En toen ja, waren we 2005, speelden we met deze band op het festival in Hoofddorp. Daar waren zij de hoofdact. En toen hadden wij zoiets van, nou leuk, als we dan klaar zijn, gaan we bij hun kijken. Maar toen waren wij aan het spelen, toen kwamen ze bij ons kijken. En toen waren ze heel enthousiast, platen van ons gekocht, notabene, in plaats van andersom. En toen de wereld op zijn kop. Ja, weet je wel. En een paar jaar later hadden ze heel onverwachts een invaller nodig, in Oostenrijk. Nou, en ik had ontzettend veel geluk, want ik werkte op dat moment in Keulen in de opera. In mijn contract in de opera, die liep tot dinsdag. In dat contract, en dat concert, die tournee van Chris, die begon op woensdag. Ah, nee. Ja, echt waar. Ik ben gelijk van Keulen doorgegaan naar Oostenrijk en een week met hem getoerd. Ja. En nou, dat vond hij hartstikke leuk en ik ook natuurlijk. En toen vroeg hij gelijk al of ik een paar weken later in Engeland wilde invallen. En nog een paar maanden later in Berlijn. En toen in Berlijn zei hij al van, joh, als ik jou eerder had gekend, had ik jou al lang een vast contract aangeboden. Ik zei, nou Chris, dank je wel voor het compliment. Heb je vacature in de toekomst, denk aan mij. En dat was een jaar later was dat het geval. Ja. In de muzikale hemel kom je dan terecht. Ja, zeker. Zeker. Ja, dan heb je zelf al die, ja, als kind met die plaatjes zitten oefenen. En dan ga je ineens diezelfde stukken met zo'n man zelf spelen. En dat was wel heel bijzonder, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Heel goed voorstellen. Ja. Goed. Morgen Koudum, jullie gaan nog één nummer doen. Welke? We gaan nog een zangnummer doen voor van onze tromboniste, ja. Selena. Ik moet nog wel even deze grote toeten. Oh, houden, ja, dat is een zware, jongen. Ja, maar dan wil ik even. Oh, dan ga ik even naar de buurvrouw, ja, Selena. Dus hoi. Hoi. Niet alle nummers doe je dus qua zang, maar nu en dan? Ja, ik heb een aantal nummers qua zang. Maar we hebben nog meer geweldige zangers ook in de band. Waarom? Ja, wel, ja, geweldig. Echt een beetje jaren 20 sfeertje. Ja, zeker. En jij, heb je een bepaald voorbeeld als je het over zangers hebt of zangeressen? Nou ja, Ella Fitzgerald vind toch wel, ik geweldig. En Peggy Lee. En ja, er zijn wel meerdere die ik heel goed vind. Maar ik hou wel echt van de jazzy. Echt de jazzzangeressen wel? Zeker, ja. Oh, jazz is wel echt mijn ding. Ja. Hoe heet het nummer? Die daar doe. Okay. Jo, ben je er klaar voor, meneer Brandsma? Ja, nou weer wat lichter toetertje. Ja. Ja, dat scheelt heel veel in kilo's. Goed. Live in Oudewijn.
I do, did I do? Bassist, gitarist in de jaren 20, drummer, dankjewel, zangeres, fantastisch. Bert, de tijd is altijd te kwad. Komt voor alles weer rond met het hele combo. Succes in ieder geval in Duitsland en morgen op het festival. Ik ga